Schrijven duwt de gedachten eruit. Een quote van Arjen Lubach uit zijn boek Stoorzender. In de Mandala Creatiekracht podcast combineer ik creativiteit met praktische spiritualiteit om jou te helpen transformeren tot een stralende Wonder Woman die weer barst van de energie. Deze podcast is voor jou als je een zelfbewuste vrouw bent die klaar is om het roer van haar leven weer helemaal in eigen hand te nemen. Ben jij ready for your reset? Let's go! Ja, schrijven duwt de gedachten eruit. Hello Sunshine, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Mandala Creatiekracht podcast. Ik wil het vandaag even met je hebben over morning pages. En misschien ken je het, misschien ook niet. Morning pages is bedacht door Julia Cameron. 25 jaar geleden, geloof ik, schreef zij het boek The Artist Way. En ik denk dat dat bij menigeen in de boekenkast staat. Bij mij heeft het daar ook jaren gestaan. Ik heb toen een paar pagina's gelezen en uiteindelijk het boek naar de kringloopwinkel gebracht. Want ik kwam er gewoon niet uit. Ik kon er niks mee. Het begon allemaal met over hoe God zorgt voor je creatieve ingevingen. En ik, nou, als ik ergens toen, op het moment dat ik dat allemaal las, nog een zware allergie op had, was het wel op het woord God en alles wat met het christelijk geloof samenhing. Inmiddels is dat bij mij genuanceerd. Ik bedoel, iedereen noemt het zijn eigen, geeft het zijn eigen naam. God, het goddelijke, de bron, je hogere zelf, het universum. Waar jij dan ook je kracht uithaalt of je hoop uithaalt of hoe je het noemen wil. Dus, maar dat boek is me wel altijd bijgebleven. En het kwam ook iedere keer weer op mijn pad. Dan zeiden we iemand dat ze ermee bezig was. En dat er zulke mooie stappen in stonden om je creatieve vuur weer aan te wakkeren. En dan dacht ik, ja, ik heb het toch zeker niet voor niks naar de kringloopwinkel gebracht. Bovendien, ja, het ging over schrijven en ik ben meer van het tekenen, was mijn overtuiging. En soms vertellen we onszelf allemaal van die dingen waarvan we niet eens zeker weten of ze waar zijn. Alleen we denken wel zeker te weten dat ze waar zijn. Dus ik dacht, ik ben geen schrijver. Ik ben iemand die tekent. Ik ga niet schrijven. Dat kan ik niet. En nou, meer van dat soort overtuigingen die me daarin volledig hadden vastgezet. Maar nou ja, toen kwam in 2020 natuurlijk COVID en veranderde er van alles in de wereld. Ook voor mij persoonlijk en dan al dan niet COVID gerelateerd. Ik had op dat moment nog een baan in de logistiek. Ik was manager van een afdeling waarin we de verschepingen verzorgden voor de bouwmaterialen die de afdeling verkoop wereldwijd verkocht. En ja, de transportwereld was op dat moment ook gewoon echt, de lol ging eraf. Prijzen rezen de pan uit. Er was geen transport beschikbaar. Dan heb ik het over containertransporten vanuit China onder andere. Bouwmaterialen werden hartstikke duur. En ja, ik was dus eigenlijk de hele dag slecht nieuws aan het brengen. Dus ik dacht, ik moet iets anders gaan doen. Ik zag de Mandala Academie, de Mandala tekencursussen, de online cursussen waar ik in 2016 mee begonnen ben. Dat zag ik echt groeien. En helemaal toen ik een gratis cursus online ging zetten en van daaruit verder cursussen ging bouwen. Dus ik heb op een gegeven moment in 2021, september 2021, mijn ontslag aangekondigd. En per januari 2022 werd ik toen zelfstandig ondernemer. Waarmee ruimte kwam in mijn agenda, in mijn dagelijkse bestaan. En een van de dingen waar ik al een poosje mijn oog op had, was een cursus van 12 weken, een cursus The Artist Way, dus naar aanleiding van dat boek, bij Hinke Huisman, die toen nog atelier had in Naarden. En waarom wilde ik die cursus nou zo graag doen? Omdat zij combineert het schrijven ook met het creatieve. En ik dacht, als ik nou maar geïnspireerd raak door iemand om met dit boek aan de gang te gaan, dan kom ik er wel. Ik had een soort van kickstart even nodig.
Dat heeft zoveel voor mij veranderd. Ik begon met een quote van Arjen Lubach. Hè, schrijven duwt de gedachten eruit. Wow, maar dat is echt zo. Morning pages. Je kan het ook ochtendbladzijden noemen. Maar dat klinkt toch net even ietsje minder lekker dan morning pages. Is eigenlijk niks meer en niks minder dan je dag starten met het schrijven van 3 pagina's. En eigenlijk zijn morning pages een beetje brain dumps. Dus ik noem dat, je kan je hersenscheten daarop kwijt. Je gaat op A4 papier doe ik dat, want ik heb graag de ruimte. En dat raadt Julia Cameron ook aan om op A4 papier te schrijven. Dus ik heb gewoon zo'n goedkoop streepjes notebook, weet je wel, wat je vroeger op school had. En dat ligt bij mij naast mijn bed. En 's ochtends, als ik wakker word, het eerste wat ik doe, ik ga 3 pagina's schrijven. Het is, wat je doet, is een stroom van onbewust schrijven. Alles wat in je opkomt, alles wat in je hoofd opkomt, schrijf je op. En op het moment dat je niks weet of vastloopt, dan zeg je, ik weet vandaag even niet wat ik moet schrijven. En misschien schrijf je er zelfs achter, dit lijkt op dit moment even totaal zinloos om te doen. Maar je gaat zien, daarna komen er nog meer gedachten. Je gaat je gedachten opschrijven. Dus je gaat niet nadenken over de dingen. Want de quote van Arjen Lubach zegt, schrijven duwt de gedachten eruit en dwingt tot nadenken. Dat stukje heb ik er even achtergelaten, of afgelaten, omdat ik juist de kracht van de morning pages vind dat je niet hoeft na te denken. Ik doe ze aan het begin van de dag, want dan zijn ze dan zijn je gedachten op hun best. Dan zijn je gedachten het minst vervuild door de dag. Het heet ook morning pages. Je kunt ze ook 's avonds doen. Er zijn mensen die schrijven 's avonds om hun gedachten weer leeg te maken. Maar het is eigenlijk juist zo mooi als je er de dag mee begint. Voor mij helpt dat om dingen die me normaal gedurende de dag in de weg zitten, gedachten die me gedurende de dag in de weg zitten, of dingen die ik allemaal nog moet doen die me de gedurende de dag in de weg zitten, eigenlijk al gelijk nog voor het opstaan uit de weg te ruimen. Ik ken ook mensen die zetten eerst een kopje koffie, werken de kinderen de deur uit naar school en gaan daarna zitten, wat natuurlijk ook prima is. Maar morning pages helpen me ten eerste om mijn hoofd schoon te maken eigenlijk. Want als ik wakker word, dan heb ik vaak nog heel veel gedachten van de dag ervoor. Of over hoe kan ik die deadline halen die er ligt. Of ik ben gisteren naar bed gegaan met dat en dat probleem. Wat zou ik nou eens doen om het op te lossen? Waar moet ik vandaag allemaal heen? Allemaal kleine of grote afleidende gedachten. Maar ook dingen als, vandaag even niet vergeten, ik moet een taart bakken voor, weet ik veel, een picknick die we hebben. Of ik moet niet vergeten, ik moet vandaag een podcast opnemen. Dingen die in me opkomen als, ik moet niet vergeten om. Schrijf ik ook gewoon in mijn morning pages. Het is mijn brain dump, hè. Ik zet er dan vaak een sterretje voor, zodat ik later op de dag denk, oh ja, wat had ik ook alweer allemaal opgeschreven wat ik niet mocht vergeten. Super handig. Alleen moet je uitkijken dat je morning pages natuurlijk niet veranderen in je to-do list. Dan helpen ze me ten tweede om niet verwikkeld te raken in een soort van neerwaartse spiraal van, ja, paniek of stressgevoelens. Als ik begin na te denken over iets, dan maak ik echt van een mug een olifant. Ik ben zo goed in hele kleine scenario's tot een ontzettend groot probleem denken, waardoor ik denk, oh, maar dat ga ik niet doen, dat kan ik niet, want oh, stel nou dat er dat gebeurt en oh, wat erg. En dus allemaal van die paniek, demoniserende gedachten bijna. En als je je morning pages schrijft, dan ga ik gewoon schrijven. Dan ga ik over de emoties die ik voel, over de gedachten die ik denk, ga ik schrijven. En dat bevrijdt eigenlijk al heel vaak
Ja, dat voelt al heel vaak bevrijdend, omdat ik ga niet voor een oplossing. Ik ga het probleem ook niet groter maken. Op het moment dat ik het probleem aan het opschrijven ben, voel ik het eigenlijk vaak al mijn pen uitvloeien. Het duwt de gedachte eruit. Hij hoeft niet in mijn hoofd te blijven hangen om vervolgens nog groter te worden. Op de derde plaats helpen morning pages mij met zelfreflectie. En dat is denk ik misschien wel het grootste voordeel dat ik eruit haal. Het geeft me een kijkje in mijn eigen hersenen, in mijn eigen gedachtegangen. En dat was niet vanaf dag 1 per se zo, want als je hiermee begint met die morning pages, dan is het heel vaak nog, ik werd vanmorgen wakker, ik heb vannacht niet zo heel erg lekker geslapen. Of ja, ik werd vanmorgen wakker, ik heb heerlijk geslapen, daar en daarover gedroomd. Vandaag staat op de agenda dat ik podcast moet opnemen. Jeetje, waar moet dat nu weer over gaan? Ik heb geen flauw idee. Kom eens door, doe me wat. En zo begint het vaak. Maar uiteindelijk ga je over dingen schrijven die zelfreflecterend zijn. Wat ik ook vaak doe bijvoorbeeld is als ik een cursus maak of een programma schrijf, dan schrijf ik alvast in grote lijnen op. Nou, ik wil nu daarover ongeveer een cursus maken. De dingen die daarover in me opkomen zijn. En dan ga ik zo wat dingetjes opschrijven. En zo ontstaat er eigenlijk vaak in mijn morning pages een groot deel van de cursussen en programma's die ik schrijf. Dus dat is ook wel heel erg grappig. Maar ze helpen me ook om... creativiteit zorgt voor oplossingsgericht denken. Hè? Zorgt voor nieuwe inzichten en nieuwe oplossingen bedenken. En dat is dus ook wat die morning pages doen. Ze geven je een kijkje in je eigen gedachtegang, maar wel met een soort van helikopterview. Dus je schrijft iets op en dan denk je, en dan komt er een nieuwe gedachte. Dus dat is eigenlijk ook het vierde punt gelijk, dat het je helpt met je creatieve vuur weer aanwakkeren. Het helpt je dus oplossingsgericht naar dingen te kijken. Wat Julia Cameron ook schrijft in The Artist Way is dat creativiteit gaat in de eerste plaats om kwantiteit en in de tweede plaats om kwaliteit. En hoewel zij van origine een scenario schrijver is, geloof ik, voor films, dus zij vooral op schrijven gaat zitten, werkt het zo ook voor bijvoorbeeld tekenen en eigenlijk voor alle vormen van creativiteit. Je moet namelijk beginnen, dat is al stap 1, en je moet in het proces zitten. Het moet niet per se gaan om het resultaat, het moet niet per se gaan om de kwaliteit. Je doet iets creatiefs omdat je iets kwijt moet vanuit jezelf, of omdat je ontspanning zoekt, of omdat je een skill wil verbeteren. En daar heb je in eerste instantie kwantiteit voor nodig. Dus daar moet je veel voor maken om je kwaliteit te verbeteren. En dat is ook zo met morning pages. Dus je moet het echt een poosje schrijven en dan gaat de kwaliteit van je brain dump eigenlijk een beetje omhoog. Tot slot als vijfde hebben morning pages mij echt geholpen met mijn uitstelgedrag verminderen. Ik ben altijd een last minute person geweest. Op school, huiswerk, ja, moet morgen af. Nou ja, dan kan ik het ook misschien morgenochtend nog wel doen. Serieus, hè? Zover ging het, zover gaat het nu soms nog steeds. Ik maakte vorig jaar de adventskalender. En advent is natuurlijk van 1 tot 24 december. En de laatste 4 dagen, die van 20 tot 24 december, had ik geloof ik op 19 december gefilmd. Waarop Juri, mijn vriend, zei, nou Kim, zal ik ze anders morgenochtend pas voor je editen? Dus ik ben nog steeds iemand die goed presteert onder druk. Daarom floreerde ik ook in de logistieke wereld zo goed onder tijdsdruk. Presteer ik goed. Alleen, ik haal mezelf daarmee vaak ook echt onnodige stress op de hals.
dat is nou zo'n spiraal waar ik ooit in mijn leven nog uit hoop te komen. Maar die morning pages, die helpen me daar wel bij. Door ja, wat ik zeg, hè, die dingen die ik die dag nog graag wil doen, schrijf ik op in die morning pages. Dan krijg ik een soort van overzicht daarin. En ik hoef daar dan op dat moment geen oordeel over te hebben, want ik schrijf gewoon vanuit die free flow. En ik schrijf ze gewoon op. Zelfkritiek, daar is geen ruimte voor in de morning pages. Het is echt, nogmaals, je gedachtegangen. Gewoon, ja, ik noem het hersenscheten. Je poept ze op het papier en je bent het kwijt. Dat is eigenlijk een beetje waar het op neerkomt. Nou, dan zijn er nog een paar valkuilen bij morning pages. Voor het geval je daar ook aan wil beginnen. En ik kan het je echt aanraden. De dag beginnen met 3 pagina's schrijven of 10 minuten. Rek het naar 20 minuten. Begin in ieder geval. En als die 3 pagina's een te grote drempel zijn, begin voor mij apart met 1 pagina. Maar zorg dat je dan de week daarna 2 pagina's doet en de week daarna op 3 pagina's zit. Nou, 3 valkuilen. De eerste. Verwacht niet elke dag een Eureka-moment. Ik heb serieus op de eerste morning pages die ik schreef, had ik absoluut een Eureka-moment. Daardoor was ik ook gelijk dol enthousiast. En dat helpt bij mij ook. Als ik gelijk ergens het nut van inzie, dan ga ik ermee door. Dus ik had absoluut de eerste dag dat ik schreef, had ik een Eureka-moment. Ik heb toen eigenlijk, ik was op dat moment bezig met de cursus mandala tekenen op zwart papier maken. En ik wist wel in grote lijnen wat ik daarin wilde doen. Maar in die eerste morning pages schreef ik zo, die 7 lessen, de thema's. En uiteindelijk uitwerken heb ik dan later gedaan. Maar die thema's stonden in die eerste. Nadeel daarvan was, mijn verwachtingen rezen de pan uit. En de volgende dag kwam ik bijna niet verder dan, ik heb vannacht niet zo lekker geslapen. Dus je moet niet elke dag zo'n Eureka moment verwachten. Dan heb je ook nog de tweede valkuil. Dat je jezelf toch gaat zitten editen tijdens het schrijven. De bedoeling is dat je schrijft. Dat je je schrijffouten niet eens verbetert. Dat je niet gaat strepen. Dat je niet gaat nadenken over de dingen. Nee, het is echt zonder censuur je gedachten op papier zetten. En ik probeer ze altijd over mezelf te laten gaan. Dat zijn vaak de gedachten waar je 's morgens mee wakker wordt. Zijn de dingen die over jezelf en over je eigen leven gaan. Dan ben je meestal nog niet per se bezig met andere mensen. Dat gebeurt vaak gedurende de dag als die eenmaal je hersenen binnenkomen, zeg maar. Maar het gaat erom, wees authentiek, jezelf, eerlijk. En schrijf ook zo je gedachten op. Gewoon echt helemaal vanuit jezelf. Ga niks editen. Ga niks aanpassen. Dat is jouw enige plek waar je echt helemaal je eigen gedachten kunt noteren. En de derde valkuil, niet stoppen als het moeilijk wordt, als het oncomfortabel wordt. 3 pagina's schrijven is niet elke dag eenvoudig. Echt niet. Maar als je het toch doet en je geeft jezelf die schop onder je billen. En ook als je denkt na 1 pagina, nou, nu heb ik wel genoeg geschreven, nu weet ik het eigenlijk niet meer hoor. Nu ga ik stoppen en koffie zetten. Ik heb het gedaan, hè. En dan ging ik koffie zetten en dacht ik, nu heb ik het opgegeven. Voelt helemaal niet lekker. Schrijf door. Schrijf desnoods door over een droom die je hebt gehad die nacht. Of schrijf over een levensvraag die je hebt. Of schrijf over een grote wens in je leven die je hebt. En vraag jezelf af, hoe kan ik daar dan komen? Er zijn altijd dingen om over te schrijven. En als je automatisch schrijft, want dat is eigenlijk wat je doet, dan komen er vanuit jouw onbewuste echt gedachten omhoog die je binnen die 3 pagina's op gaat schrijven. Nou ja, dat is eigenlijk een beetje wat ik wilde vertellen over hoe je, want daar gaat het over natuurlijk, de Mandala Creatiekracht podcast. Creativiteit zit ook in schrijven.
En schrijven werkt ook gewoon ontzettend helend. Het werkt heel goed om je gedachten op een rij te krijgen. Om inzicht in jezelf te krijgen. Om met nieuwe oplossingen te komen. Met nieuwe ideeën te komen. En ik zou zeggen, wat heb je te verliezen? Het is 10 minuten, 20 minuten per dag. Het is voorbij voor je er erg in hebt. De eerste 1, 2 weken is het misschien wat lastiger. Maar daarna gaat het echt voorbij voor je er erg in hebt. En dan levert het je zoveel meer op dan wat het je kost. Dus ik zou willen zeggen, het boek The Artist Way. Je absoluut kun je gebruiken. Kun je kopen. Is het per se nodig? Weet ik niet. Ligt eraan wat je ermee wil bereiken. Maar ga nu eerst maar eens beginnen met die 3 pagina's per dag schrijven. En als je vervolgens de volledige theorieën achter wil begrijpen en handreikingen wil over waarover je zou kunnen schrijven, kun je altijd nog naar dat boek gaan grijpen. Maar je hebt het niet nodig om te beginnen. Dus die drempel, die wil ik alvast voor je uit de weg helpen. Ook zonder het boek kun je gewoon beginnen met in een notitieblok en met een pen iedere ochtend je gedachtes op het papier te duwen. Ik hoop je te hebben geïnspireerd om het schrijven eens een kans te geven in jouw creatieve proces. En om zo ook misschien net als ik wat meer rust in die drukke bovenkamer van jezelf te creëren. Dankjewel dat je luisterde naar deze aflevering van de Mandala Creatiekracht podcast. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan even via je favoriete podcast app en zet ook die notificatiebel aan, dan hoef je niks te missen. Vond je deze podcast waardevol? Deel hem dan bijvoorbeeld door een screenshot van deze aflevering te maken en die in je social stories te delen. Maar vergeet me niet te taggen, want ik vind het onwijs leuk om te weten wie je luistert. Je kunt me vinden onder Mandala Academie. En als je iets voor me terug wil doen, omdat je de inhoud van deze podcast waardevol vond, laat dan alsjeblieft een 5-sterren waardering achter op Spotify of schrijf een review in Apple iTunes. Zo kunnen meer toekomstige Wonder Women me vinden en stralend hun volgende hoofdstuk ingaan. Voor jou wens ik dat je de inzichten die je mocht ontvangen lekker meeneemt je dag in en op hun plek laat vallen. Als je ze met me wilt delen, mail me dan of stuur me een DM op Instagram. De details staan in de show notes. Geniet van je dag en tot snel. Ciao Bella!